Terwijl de mensen in deze streek, die hebben dus veel meer mensen verloren tijdens de watersnoodramp dan in de Tweede Wereldoorlog. Later zag ik televisiebeelden waarop mijn vader uit een helikopter kwam, met mij op zijn arm. Een dokter zei tegen mijn vader: als je nu wilt dat ze het snel vergeet, moet je er nooit meer over praten. Ik trouwde met een zeeman. Was altijd alleen met de kinderen. Ik wilde ze zo vlug mogelijk volwassen maken, opdat ze alles zelf konden als ik er niet meer zou zijn. Zelf ben ik er meer over gaan praten toen mijn kleindochter ernaar vroeg. Ik vond het gemakkelijker om er met kinderen over te praten dan met volwassenen. Ik had er geen moeite mee, maar ik bleef altijd wakker als het stormde. Ik legde altijd kleren klaar voor als je plotseling op moest staan. Als het stormt, ga ik kijken naar het water. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Als je nu wil dat ze het snel vergeet, moet je er nooit meer over praten. Ja, dat is iets wat heel vaak terugkomt, inderdaad. Ja. Ja. Bij verschillende maar ook, mensen. Want daarom is dit stukje misschien goed. Het is natuurlijk, het is super heftig, maar heel veel dingen komen hierin ook terug. Dus dat zij zegt inderdaad dat. Nou, ten eerste, het hele woord trauma bestond toen nog niet. Hè? Dus het advies van de dokter was echt gewoon hard werken, niet meer over praten en dan gaat die pijn wel weg. Dat heeft ook iemand letterlijk zo gezegd tegen ons. Hè? Het woord trauma was er gewoon, dus dat had je niet. Nee. Dus je had geen trauma, er waren geen woorden voor. Nee. Maar ook dat zij nu zegt van ik kan er met kinderen beter over praten. Heel veel hun eigen kinderen, die dus nu ook volwassen mensen zijn, die hebben dus helemaal nooit echte verhalen meegekregen. Er zitten mensen in dit boek die hun hele familie kwijt zijn geraakt, maar dat nooit hebben verteld tegen hun eigen kinderen. Dus die hebben altijd dat verdriet van het verlies van hun eigen gezin, hebben ze alleen gedragen. Er is een man die zegt, ja, dan ging ik stiekem even huilen of zo. Ja. Dat je denkt, hoe vreselijk. Dat kunnen wij ons helemaal niet eens voorstellen, dat je dat in je eentje, of dat je dat, dat niemand daarvan af weet. Of, dus er heerste ook een soort sfeer waarbij kinderen ook niet echt ernaar vroegen. Of het was gewoon een geheim dat bestond. Ja, een geheim, maar ook kwam wel uit de gesprekken naar voren dat mensen zich een beetje schaamden om over hun eigen leed te praten. Omdat ze dachten, ja, bij de buren was het nog erger. Ja. Dus ja, bij mij is het niet zo erg. Ik heb maar 4 mensen verloren. Ja. En daar waren het er 10. Dus ze hadden niet het gevoel dat ze recht hadden om dat leed op te eisen. En een gelovige gemeenschap. Mm-hmm. Dus het was in Gods handen. Ja. Terwijl de mensen in deze streek, die hebben dus veel meer mensen verloren tijdens de watersnoodramp dan in de Tweede Wereldoorlog. Yeah. Er is heel veel herkenning en erkenning voor de Tweede Wereldoorlog. Maar de ramp die voor deze streek in ieder geval heel erg belangrijk was, is er tot eigenlijk nu nooit geweest of zo. Dus nee. Wat mij heel erg getroffen heeft, is dat men zei dat iedereen wist dat de dijken niet goed waren. Ja. Dijk, het is daar onder water gezet, want heel veel mensen zeiden, het is de tweede keer dat we onder water stonden. Want in de Tweede Wereldoorlog is alles onder water gezet om op z'n Hollands dapper alles onder te laten lopen. Ja. In plaats van vechten, toch? Je zet je vijand in de modder. Ja. Ja. En dat was ook wel effectief. Dus de dijken waren daardoor verslechterd. Alles was eigenlijk te nat geweest. Mm-hmm. En er waren ook rapporten geweest, dus het was bekend bij de overheid, maar er is niets aan gedaan. Dus ze zijn echt in de steek gelaten. Ja. Wat ook wel doet denken nu aan Groningen bijvoorbeeld. Ja. Een beetje uit het oog, een beetje aan de rand, aan de periferie. Mm-hmm. Dat voelen veel mensen ook. En voelen ze dat nog steeds? Want ik vond het, als je het leest, ik vind het niet een heel wrokkig. Toen komt één keer voorbij. Nee, wat wel opvallend, dat vonden wij dan, is dat ze. Er is één iemand in het hele boek die het gevaar voelt of de dreiging voelt nog steeds. Ja. Maar de meeste oudere mensen die hebben zoiets. Nou, het zal mijn tijd wel. Hoe zeg je dat? Duren. Duren, ja, inderdaad. Zo van die dijken houden het nog wel even vol. Ja, zoals wij allemaal, hè? Ja. En dus de jongeren zijn allemaal opgegroeid met het idee van. Hè, want toen op een gegeven moment zijn de deltawerken zijn gebouwd, de dijken. Dus die zijn opgegroeid met het idee. We zijn veilig, want we hebben dit gemaakt en gedaan. En we hebben Nederlanders heel goed in het buiten houden van het water. Nou, dat zijn we ook op heel veel plekken op de wereld. Maar in Nederland is het toch wel echt
echt misgegaan. Ja, inderdaad. En is het nog steeds gewoon niet... Het is niet zo dat de situatie dus nu zo veilig is als dat de meeste mensen denken. En gek genoeg hebben dus al deze mensen, ook dus op het eiland, niet daar zorgen over of zo. Dus dat is wel... Wel en niet, toch? Ja. Ze zeggen dan, ik maak me geen zorgen, maar ik ga wel elke storm kijken. Ja. Dus dat paradoxale zit wel bij heel veel mensen.